Mijn bedrijf heet In de Haak. Dat is gebaseerd op een haak. Daar zit je altijd recht. En ook op eerlijkheid. En mensen zeggen, ja, dingen zijn in de haak of niet in de haak. Dat heeft te maken met eerlijkheid. En dat is afgeleid van zo'n instrument. Dan kun je zien of het recht is en of het klopt. En daar, dat vond ik wel toepasselijk. Dus ik denk van, nou, mijn bedrijf moet eerlijk zijn en het moet allemaal kloppen. Maar ik kwam binnen met een heel concreet bedrijfsidee. Een klusbedrijf, aannemersbedrijf beginnen. En hij had ook een hele concrete hulpvraag. Wat ik het allermoeilijkste vond is administratie wel. Nog steeds. Ik vind het ook helemaal niet leuk. Ik begrijp wel dat het heel belangrijk is, maar ik vind het gewoon echt niet leuk. Het idee van ja, administratief, ik kan nog wat hulp gebruiken bij het administratieve deel. Omdat ik niet zo heel erg geduldig ben met computers en met alles opschrijven en netjes in mapjes doen. Laat ik het zo zeggen, ik heb er niet echt ervaring mee. Dat is het meer. We hebben in geval van Martin hebben we ook als voorwaarde gesteld, als jij verder mag in die vervolgfase en gaat starten op part- en basis, dan willen we ook dat je eerst een factuur en een offerte opstelt voor jezelf. Op advies zeg maar, heb ik wel een boekhouder genomen en mensen die het wel heel leuk vinden, die al een eigen bedrijf gehad hebben, die helpen me daarbij. Mijn boekhouder bijvoorbeeld gevraagd, ja, wat voor mappen heb ik nodig om wat voor documenten in te bewaren? Dus een map voor offertes, een map voor bankrekeningen, pinbetalingen, contantbetalingen. Dat zijn dingen die wist ik allemaal niet. En dat is ook uit ondernemersplan toch wel naar voren gekomen. Want voor die tijd dacht ik van, nou, ik gooi alle bonnetjes in een doos, ik geef het aan mijn boekhouder en klaar ermee. Maar dat is niet helemaal hoe het werkt. In het begin van eigen werk was het de theoriefase en nu is het feitelijk praktijk geworden. Ik doe bijna alle voorkomende bouwwerkzaamheden. Ik doe schilderen, vloeren leggen, loodgieteren, wanden plaatsen. Eigenlijk alles wat met bouwen te maken heeft. Alles feitelijk met techniek, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja, ik denk in oplossingen natuurlijk. Als mensen iets gemaakt willen hebben, dat betekent dat er iets stuk is. En dan moet ik met een oplossing komen van nou, dat is de beste manier, dat is de stevigste manier, dat is de goedkoopste manier. Dat is toch wel wat mensen willen. Ik bedenk oplossingen voor iets wat stuk is of iets wat veranderd moet worden. Bepaalde dingen doe ik niet. Daar huur ik andere ZZP'ers voor in. Dus het is het beste ook voor de klant en goed voor mijzelf ook. Dan hoef ik niet met een puzzelstukje gaan zitten wat een ander al weet waar die hoort, zeg maar.